Deze webles behandelt geen nieuwe stof. Ook worden er geen voorbeeldopgaven gemaakt. Deze webles geeft een overzicht van alles wat je rondom één onderwerp moet weten voor je centraal examen. Probeer het verhaal te volgen en noteer elke term, elke formule en elke toelichting waarvan jij niet meer aan jezelf kunt uitleggen wat het is. En fris na het kijken van deze webles de achterliggende theorie op. Zo ben je efficiënt bezig en train je jezelf voor het centraal examen. In deze webles gaan we kijken naar het onderwerp kwantumfysica en kwantumfysica de theorie die erachter zit, die is enorm ingewikkeld. Ik probeer je in deze webles te laten zien dat op het moment dat je iets moet voorspellen of uitleggen of eh, berekenen dat er eigenlijk maar een aantal verschillende eh, zaken zijn die je moet kunnen beheersen. Dus het is eigenlijk best overzichtelijk als je gaat kijken naar wat moet ik ermee kunnen. Als je het over kwantumfysica hebt dan kom je al heel snel eh, terecht bij een eigenlijk centraal thema en dat is het kwantumdeeltje. En je spreekt over een kwantumdeeltje wanneer je te maken hebt met een deeltje dat zowel een golf- als een deeltjesgedrag vertoont. En wanneer je gaat kijken op atomaire schaal, denk aan elektronen, protonen en fotonen, dan eh, zul je zien dat al die deeltjes zowel een golfkarakter kunnen vertonen eh, als een deeltjeskarakter. En het is handig als je eh, een beetje kunt voorspellen welk van de twee karakters het overwicht heeft in bepaalde situaties. Hoe kun je nu een foton als een deeltje zien? Nou, daar kwamen ze al uh, vrij snel achter, een dikke honderd jaar geleden. Um, met het fotoelektrische uh, effect, waarbij je uh, een stroom fotonen op een plaat van uh, metaal laat vallen. En wanneer er genoeg energie wordt afgegeven aan een elektron, dan zal zo'n elektron zal, um, gaan uittreden. En uh, wat, waar kwamen ze nu snel achter? Die uitredenergie. Die komt niet in een continue stroom. Maar die komt in pakketjes. Elk foton bevat een bepaalde hoeveelheid energie. En eigenlijk is dus uh, die energie. Zo'n foton kun je dan een energiekwantum noemen. Die energie is verdeeld in pakketjes. Nou, we gaan dadelijk zien in andere situaties dat je daar ook die uh, discrete energieniveaus terug ziet. Wanneer kun je nu. Deeltjes zoals bijvoorbeeld een elektron uh, gaan zien als een golf. Nou, dan um, moet het golfgedrag vertonen. En golfgedrag vertonen, dat wil zeggen dat zo'n deeltje moet gaan buigen. En dat is al vreemd, want dat wil zeggen dat een deeltje in verschillende richtingen tegelijkertijd gaat bewegen. En uh, wanneer uh, ook nog interferentie optreedt, ja, dan heb je vrijwel. Uh, de, dan heb je de zekerheid dat je te maken hebt met een golf, met een golfkarakter. En uh, interferentie, uh, dat kan dan leiden tot. Uh, een constructieve interferentie, waarbij je dus een, een, een hogere concentratie krijgt dan dat je had verwacht. En een destructieve interferentie, waarbij je een, een lagere concentratie. of soms in sommige gevallen zelfs helemaal geen enkel um, deeltje meer zult vinden. Wat blijkt nu het geval te zijn? In sommige situaties kunnen elektronen en ook andere deeltjes. Deeltjes die wij normaal zien, echt ook als deeltjes, als materie, kunnen dat gedrag vertonen. En een bekend experiment hierbij is het dubbelspleet-experiment, waarbij ze dus uh, niet alleen licht lieten vallen op een dubbelspleet, maar ook een elektronenstroom. En bij allebei de gevallen za zagen ze dat uh, achter de dubbelspleet op een scherm. er uh, verschillende banden kwamen, een interferentiepertoon zichtbaar werd. Uh, wat er dus opwijst dat die elektronen op dat moment een golfgedrag vertoonde. Um, kunnen we hier nu ook formules aanhangen? Nou, dat kan uh, vrij eenvoudig. Bij een deeltje als een elektron of een proton uh, die een massa ook heeft, kun je um, een impuls definiëren. Het impuls is gelijk aan de massa maal de snelheid van dat deeltje. Nu blijkt zo te zijn dat ook een golf Impuls heeft. Dus ook fotonen hebben impuls, terwijl fotonen helemaal geen massa hebben. Ja, hoe zit dat dan? Uh, bij fotonen geldt de volgende uh, vergelijking: uh, de impuls is gelijk aan de golflengte van, het, uh, van de golf, maal de constante van Planck. Nu was het uh, de Broglie, een Belgische natuurkundige, die die twee dingen ging combineren. En die zei: Ja, wacht eens even, als ik te maken heb met een kwantumdeeltje, die zowel een golf- als een deeltjeskarakter kan hebben. Dan kan ik ook die twee vergelijkingen combineren. En hij deed dat als volgt, en dan krijg je de zogenaamde de Broglie-golflengte. Dus een kwantumdeeltje heeft een golflengte, ook als het een deeltje betreft met een bepaalde massa. En wat blijkt nu het geval te zijn, als die golflengte in de buurt komt van um, de grootte van het deeltje of de grootte van de omgeving waarin het deeltje zich bevindt, als die golflengte in de buurt daarvan komt of groter wordt. Dan gaat zo'n deeltje zich steeds meer en meer ook gedragen als een golf. Als je een kwantumdeeltje kunt zien als een golf, dan hoort daar ook een, een bepaalde functie bij en dat is de golffunctie. We gaan dadelijk een paar een hele simpele voorbeelden zien van deze golffunctie, maar je kunt sowieso al iets moois met die golffunctie. Want als je de golffunctie kunt visualiseren en kwadrateren, dan krijg je dus um, um, uh, een andere grafiek die eigenlijk altijd positief is. En die grafiek zegt iets over de waarschijnlijkheid, de kans dat je het kwantumdeeltje ergens zult aanvind, uh, aantreffen of niet. Een uh, voorbeeld van uh, de toepassing van die kwantumdeeltjes is een elektronenmicroscoop. In een uh, elektronenmicroscoop maak je gebruik van elektronen die zich gedragen als een golf. Je gebruikt ook echt de golflengte van die elektronen, want omdat elektronen een veel kleinere golflengte kunnen hebben dan zichtbaar licht, kunnen ze ook veel kleinere details zichtbaar maken. Maar op het moment dat de elektronen aankomen bij de beeldbuis, het, 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 het scherm waarop je de afbeelding te zien zult eh, krijgen, dan gaan ze zich weer heel erg gedragen als deeltjes. Zo'n elektron komt dan altijd wel weer op één punt op dat scherm aan. Dus bij een elektronenmicroscoop, Kun je allebei de karakters, golf en deeltje, in één terugzien? Een andere belangrijke vergelijking eh, die hoort bij het eh, onderwerp kwantumfysica is de onzekerheidsvergelijking van Heisenberg. En die ziet er zo uit. En Heisenberg eh, zei eigenlijk het volgende. Hij zei: Als je alle kwantumdeeltjes kunt zien als onder andere een golf, dan vertonen ze ook een bepaald soort golfgedrag. En dat is dat je. Dat er verschillende grootheden zijn die aan elkaar gekoppeld zijn. En de bekendste twee grootheden zijn uh, de plaats en het impuls. Uh, die aan elkaar gekoppeld zijn, wat houdt dat dan in? Als je uh, de ene heel nauwkeurig gaat meten, heeft dat direct gevolgen voor de nauwkeurigheid waarmee, waarmee je de andere kunt meten. En het, uh, het product van die twee nauwkeurigheden zal altijd groter of gelijk zijn aan h gedeeld door 4 pi. Er zijn meerdere grootheden die aan elkaar gekoppeld zijn. Ook de energie en de tijd zijn aan elkaar gekoppeld. Maar het meeste zul je te maken krijgen met de plaats en impuls. En als je het hebt over impuls, heb je het eigenlijk ook direct over de snelheid van een deeltje. Een deeltje als een elektron. Hoe zit het nu met het echt doorrekenen van situaties waarbij je te maken hebt met een kwantumdeeltje? Nou, het goede nieuws is dat er eigenlijk maar twee soorten situaties zijn die je moet kennen en herkennen en toepassen. En dat is een kwantumdeeltje in een energieput. En dat is een specifiek kwantumdeeltje, namelijk een elektron, dat zich bevindt ergens in de buurt van de kern van een waterstofatoom. En bij allebei de situaties kun je een tekening maken, die ga ik daar ook laten zien. En bij allebei de situaties kun je ook het energieniveau, uh, of de hoeveelheid energie berekenen in de verschillende energieniveaus. En bij een deeltje in een de put ziet dat er als volgt uit. En uh, N is een... Uh, is een getal dat aangeeft of je te maken hebt met de grondtoestand, en dan is N1, of met de aangeslagen toestanden die erboven zitten, en dan kun je dus N2, N3, etc. hebben. Dus hoe groter N is, hoe hoger de aangeslagen toestand. Hoe kun je dan die kwantumgolf tekenen? Want bij een deeltje in de put is dat eigenlijk vrij eenvoudig, want je doet eigenlijk net hetzelfde als dat je hebt gehad bij het hoofdstuk trillingen en golven: je tekent een staande golf in de snaar. En de grootste golflengte die erin past is bij n is 1. En dan heb je bij een deeltje in de put heb je te maken met uh, de laagste energietoestand. Ga je energie toevoegen aan het deeltje, dan kan het in een hogere energietoestand komen. Maar de energietoestanden, en dat kun je dan ook al zien in het plaatje, die zijn ook weer uh, discreet. Dus je hebt alleen bepaalde sprongen die gemaakt kunnen worden. En uh, de meeste sprongen die kun je dus gewoon niet maken. Mijn waterstofatoom ziet uh, de formule om de verschillende uh, toestanden uit te rekenen. ziet er iets anders uit. Het waterstofatoom heeft ook altijd per definitie een negatieve energie. En als n toeneemt, wordt het getal steeds minder negatief. En uh, de energie neemt dus hier ook eigenlijk gewoon toe. Het plaatje van het waterstofatoom ziet er uh, iets anders uit. Deze staat ook een binas. En je ziet dan meteen een heel groot verschil tussen een deeltje in een put en een, een elektron dat om een waterstofatoom heen draait. Bij een deeltje in een de put komen de energieniveaus steeds verder van elkaar te liggen. En bij een waterstofatoom komen die energieniveaus juist steeds dichter bij elkaar te liggen. En als de energie um, hoog genoeg is, meer dan uh, 0 elektronvolt, dan komt zo'n elektron zelfs los van het waterstofatoom en dan is hij geioniseerd. In allebei situaties, zowel bij een deeltje in een put als bij een waterstofatoom, heb je uh, iets aparts, namelijk uh, dat het deeltje altijd energie heeft. Er is een bepaalde nulpuntsenergie voor n is 1. Uh, dus het deeltje heeft energie ook al bevindt zich in de grondtoestand. En die energie kun je dus uitrekenen met die formule door voor n 1 in te vullen. Bij het waterstofatoom heb je ook nog iets anders wat wel van belang is. Zo'n elektron draait dus om het atoom heen. Maar omdat je zo'n elektron niet kunt zien als een deeltje, maar eigenlijk meer als een golf moet zien, krijg je ook dat je niet vast kunt pinnen waar dat elektron zich bevindt. Maar je krijgt eigenlijk een waarschijnlijkheidsverdeling waarbinnen dat elektron te vinden is. De piek van die waarschijnlijkheidsverdeling, die kun je ook hier in het plaatje zien. Uh, ligt bij een bepaalde afstand tot de kern. En deze afstand is dan ook de boorstraal gaan heten. En deze afstand, dat noemen wij dan ook eigenlijk uh, de straal van het waterstofatoom. Nog een laatste term die van toepassing is bij uh, dit uh, onderwerp, en dat is het tunneleffect. En het tunneleffect uh, heeft te maken met, uh, ook weer met die kwantumgolf die je dan kunt tekenen, maar het heeft ook te maken met uh, dat je in de praktijk nooit oneindig hoge energieputten hebt. Die energieputten hebben een eindige hoogte en vaak uh, is, is die wand ook niet oneindig dik, maar heeft die een eindige dikte. Wat je dan kunt hebben, kun je in het plaatje zien, is dat zo'n kwantumgolf uh, bij de wand terechtkomt. Uh, maar die kwantumgolf blijkt die wand in te kunnen. Hij zal wel snel afnemen, de, de amplitude van die kwantumgolf, maar hij kan een bepaalde hoeveelheid, een bepaalde afstand die wand in. En als die wand niet heel erg dik is, dan kan het zelfs zijn dat die golf aan de andere kant van de wand er weer uitkomt en daar weer doorgolft. En als je daar een golf hebt, dan kun je die natuurlijk uh, kwadrateren en dan krijg je ook een waarschijnlijkheid. Om het deeltje aan de rechterkant, in, deze, in dit tekeningetje, aan de rechterkant van die uh, muur te vinden. En dat um, strookt met wat, wat we uh, tot nu toe gewend zijn, want eigenlijk heeft het deeltje, dit kwantumdeeltje, niet genoeg energie om over die drempel heen te gaan. Maar toch kun je hem vinden aan de andere kant van uh, die muur. En dat effect heet tunneleffect. En dat heeft dus puur te maken dat we hier te maken hebben met een kwantumdeeltje met een golfeffect. Nou, wat je moet weten is dat de, de waarschijnlijkheid om een deeltje aan de verkeerde kant te treffen afhangt van de hoogte van je muur, eh, de breedte van je muur en de massa van het deeltje. Want hoe zwaarder het de, eh, massa van het deeltje is, hoe groter het eh, deeltjes-effect van het deeltje zal worden en hoe kleiner het golfeffect en hoe kleiner de kans is dat die dus gaat tunnelen. Een toepassing van het tunneleffect moet je kunnen uitleggen, dat kun je eigenlijk al in dit plaatje zien. Dat is het alfa-verval bij instabiele atoomkernen. En een andere toepassing van het tunneleffect is de zogenaamde scanning tunneling microscoop. En met zo'n scanning tunneling microscoop tas je eigenlijk een oppervlak af op zeer kleine details... En eh, afhankelijk van het stroompje dat gaat lopen, van elektronen die dus eigenlijk tunnelen van het oppervlak naar de naald van de microscoop toe, eh, aan de hand van die stroom kun je dan plaatjes maken. Hier zie je dus een plaatje van eh, een, een atoomrooster van een metaal. Op die details kun je dan inzoomen met zo'n STM.